Wij stellen voor om te stoppen met de ruzie tussen Nederland en Europa, want dit schiet gewoon niet op. Europa heeft een inkomensgrens van 33.000, daar verstoppen mensen zich achter en de woningmarkt is ondertussen gewoon vastgelopen. Mensen met een redelijk inkomen, middengroepen, laag in middengroepen, zoals politieagenten, verplegers, kunnen op dit moment nergens terecht. Wat zeggen wij nou tegen Europa? Oké, staatssteun moeten we niet hebben, geen concurrentie. Maar als de markt niet bouwt, dan moeten woningcorporaties ook gewoon goedkoop kunnen lenen en bouwen voor die groepen die meer dan 33.000 euro verdienen. Dat is de kern van ons voorstel. Hoe pak je dat aan? Je vraagt aan de gemeente, de woningcorporatie en de marktpartijen in die gemeente of in die regio. Maak samen een afspraak. Kijk wie wat wil bouwen. En als de markt het niet doet, doen de woningcorporaties.